Ja, ik vond het filmpje van jullie wel heel leuk. En ook met een leuke kwinkslag naar de Blauwe en hun allergrootste fan Kees Duist. Vlak voor het scheiden van de markt, een nieuw gezicht hier bij DVS. Voor heel veel mensen in de amateurwereld een bekend gezicht, in betaald voetbal ook wel. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je? Ik ben Barry Powell, 38 jaar, veteraan. En ik kom hier DVS versterken. Je leven bestaat uit voetbal, maar verder nog hobby's, interesses in andere dingen? Ja, meestal in mijn vrije tijd doe ik met de kinderen. En daarnaast heb ik een hobby gevonden in voetgolf. En zijn bezig om dat hier bij Dorhout Mees te ontwikkelen. Dus daarnaast ook werkzaam bij radartechniek, uitzenden van bouw- en technisch personeel. Oké, duidelijk. Waar heb je allemaal gevoetbald? Dat is een heel lijstje. Oh, het wordt een hele lange uitzending, geloof ik. Nou ja, ik ben de amateurs heb ik vroeger gevoetbald bij AFC Kwik en Roda 46. Daar kende ik Jan van den Berg, was mijn laatste trainer daar. En daarna heb ik bij Den Bosch, Millwall, De Graafschap, Groningen, ADO. Nog een keer in Spanje? Daarna in Spanje inderdaad, bij Tarragona en Elche. En daarna toen ik terugkwam in Nederland nog bij Heracles en Rode JC. En daarna Kozakken Boys en IJsselmeervogels. Wat voor soort speler ben je? Doelpunten maken. Kijk, dat is duidelijk. En wat zijn je sterke punten? Ja, scoren, hè? Daar gaat het uiteindelijk om. En ook de laatste jaren natuurlijk. Bij Kozakken Boys is dat goed gegaan. Bij IJsselmeervogels is dat ook bekend. Bij beide clubs kampioen geworden. En we gaan ons best doen hier voor een derde. Er waren nogal wat mensen geïnteresseerd, wat clubs geïnteresseerd in je in de tweede en derde divisie. Waarom heb je uiteindelijk voor DVS gekozen? Ja, het kwam via Jan van den Berg, wat ik al zei. Die kende ik natuurlijk. Ja, was mijn laatste trainer in het amateurvoetbal. Ja, en ik moet zeggen, DVS speelt altijd heel goed voetbal. Niet van de lange ballen of zonder idee. Er zit echt een idee achter waar ik denk dat ik ook goed op mijn recht kom. Uiteindelijk eventueel als eindstation. En het is voor mij hier om de hoek. Het is 20 minuutjes rijden. Nou ja, dat zei ze meer volgens ook. Dus lekker dichtbij. Goed niveau. Ja, ik ken drie jongens, ben ik al kampioen mee geworden bij Smeervogels die ik ken. Nou, jongens als Olivier Pilon ken ik ook bij Roda gevoetbald. Dus eigenlijk zijn alle ingrediënten aanwezig die ik eigenlijk zocht in een club. Denk jij met jouw ervaring op deze groep die jij zaterdag al hebt zien spelen, zoals je net zei, nog wat extra te kunnen toevoegen in de groep? Hoe doe je zoiets? Ja, ik hoop uiteindelijk... als ik word binnengehaald is dat voor één ding, dat is doelpunten. Dus ik hoop dat ik daarin verschil kan maken. Voorgaande jaren zag je geweldig voetbal. Maar uiteindelijk dan vaak tegen de kleintjes werden er toch punten verspeeld. En die zijn uiteindelijk ook belangrijk om die over de streep te trekken als je echt wil meedoen voor de prijzen. Je gaf aan, las ik, dat je mee wil werken met de ambities van DVS 33. Wat zijn jouw persoonlijke ambities en verwachtingen hier? Ja, mijn persoonlijke ambitie, ik wil gewoon zoveel mogelijk scoren. Ik heb eerder 4 maanden in de derde divisie gespeeld. Nou, dat is heel goed bevallen. En persoonlijke ambities is gewoon, ik wil zoveel mogelijk scoren natuurlijk. En daarmee het team helpen en uiteindelijk wil de club natuurlijk promoveren. En dat is het doel. Nou, gisteren bekend geworden dat je deze kant op kwam. Via diverse social media natuurlijk reacties gehad. Wat is de leukste die je tot dusver hebt gehoord? Ja, ik vond het filmpje van jullie wel heel leuk. En ook met een leuke kwinkslag naar de Blauwe en hun allergrootste fan Kees Duist. Dus daar kon ik wel om lachen. Okay. Hey, wensen we jou heel veel, als DVS TV, heel veel succes als goalketter. En dat je maar veel mooie momenten en veel doelpunten voor DVS mag maken, Barry. Ja, ik hoop dat jullie veel mooie beelden mogen maken en dan komt dat helemaal goed.